Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben een natte nacht achter de rug met flink wat regen. En dat heeft allemaal te maken met een koufront wat inmiddels al boven Duitsland ligt. Vanuit het westen zien we opklaringen onze kant op komen. En daardoor krijgen we vanmiddag fraai weer. Maar we gaan eerst naar de situatie in Europa kijken. Daar zien we dat dezelfde koufront liggen. Dit is dan de situatie van vanochtend 7 uur, toen lag het nog boven ons. En we zien een lage drukgebied in de buurt van IJsland liggen. En dat lage drukgebied zorgt voor noodweer vandaag in Ierland en Schotland. Met in de heuvel sneeuw, hoge golven aan zee en windkracht 10 tot 11 aan de kust. En dat is een zware tot zeer zware storm. Als we de boel in beweging zetten, zien we dat het lage drukgebied langzaam richting Noorwegen trekt. We zien ook wat vaker paarse kleuren van zware sneeuwval, zowel in Schotland als in Noorwegen. En we zien dat de regen bij ons ook weer gaat toenemen. Dat front boven Nederland, dat kan ik beter even weghalen. Vrijdag passeert er opnieuw een storing onze omgeving. Dan kan het zelfs gaan stormen. Dan trok er een klein lage drukgebiedje via Zuid-Engeland over de zuidelijke Noordzee. Uiteindelijk zelfs helemaal naar Zweden. En dan ligt er weer een koufront in onze omgeving. En die loopt dan ongeveer zo. Al met al kunnen we concluderen dat het voorlopig zeer wisselvallig weer is. En dat we vanmiddag dus echt moeten genieten. We hebben flinke zonnige periode. Er valt slechts een enkel buitje. En de temperatuur is met 7 à 8 graden iets boven normaal. Er staat wel veel wind. In het binnenland windkracht 4 tot 5. Aan zee af en toe windkracht 7. De wind die gaat vanavond in kracht toenemen. Dan wordt die aan de kust windkracht 8. De buigheid neemt ook toe, vooral in het westen en noorden. En aan het einde van de avond kan er ook een klap onweer bij zitten. En in het binnenland is het vanavond nog grotendeels droog, maar neemt de wind dus al wel iets toe. Temperaturen 4 graden in het oosten en zo'n 5 tot 8 graden in het westen. Kijken we dan naar de nacht, dan zien we dat de temperatuur tussen de 3 en de 6 graden ligt. Het blijft aan zee stormachtig waaien en er komen meer buien. Er kunnen forse windstoten bij zitten, in de kustprovincies tot 90 km per uur, op de Wadden misschien zelfs 100 km per uur. Dus als je vannacht de weg op gaat, houd daar dan rekening mee. En houd er ook morgen overdag maar rekening mee, want dan blijft het de hele dag stevig waaien. De buien breiden zich verder over het land uit, vooral in het midden en noorden kan er hagel en onweer bij zitten. En die windstoten, die breiden zich ook uit. In het binnenland 75 à 80 km per uur, in de kustprovincies 90 en rondom de Waddenzee af en toe misschien zelfs 100 km per uur. Kan het verkeer echt last van hebben. Niet alleen vrachtwagens, ook de gewone auto's en uiteraard ook op de fiets. Zeer wisselvallig weer morgen. Morgenavond wordt het allemaal iets beter, neemt de buigheid af en komt er ook iets minder wind te staan. Maar dat is echt heel tijdelijk, want in de nacht gaat het vanuit het zuiden regenen. En vrijdagochtend hebben we dan langs de westkust misschien een zuidwestenstorm. Dat is dan windkracht 9. In de loop van de vrijdag neemt de wind weer iets af. Maar opnieuw dus een onstuimige, grijze en natte dag. Flinke periode met regen. Pas in de middag trekt het koufront naar het oosten. En dan komen er vanuit het westen misschien een paar opklaringen. Het weekendweer ziet er dan een stuk beter uit. Zowel zaterdag als zondag valt er amper een bui. De wind neemt in kracht toe. Absoluut geen windstil weer, maar veel minder wind dan morgen en vrijdag. En de zon die schijnt dus geregeld. Temperaturen gaan daarbij naar beneden. In de nacht van zaterdag op zondag is de kans op vorst. En overdag wordt het zo'n 5 tot 7 à 8 graden. Dan nog even de langere termijn. Ja, die ziet er zeer zacht uit. Temperaturen normaal voor deze tijd van het jaar is zo'n 5 à 6 graden 's middags. Nou, daar komen we elke dag zeker op uit. En waarschijnlijk wordt het nog iets zachter. Alleen in de nacht van zaterdag of zondag is het dus koud. En dan zien we pas in het volgend weekend de kans op vorst weer iets toenemen. Maar ja, heel overtuigend is dat allemaal niet. Het is inmiddels ook duidelijk dat we het warmste jaar sinds 300 jaar beleven. Dus die kunnen we in onze zak steken. Ik wens u een goede avond. En houd rekening met het onstuimige weer, zowel morgen als vrijdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.